Hierdie ons verbruiksfunksie, C is gelijk aan autonome C plus grensverbruiksneiging besteedbare inkome. Die enige wat dan gegeef word is om te sê dat die grensverbruiksgeneigdheid is gelijk aan 0.7 en daar is nou 'n stygings in belasting van 10 miljoen. En die vraag is, wat sal gebeur met verbruiksbesteding? Gee vir hierdie inligting. En wat ons doen is om te sê, goed, hier is 0.7, dis die grensverbruiksneiging, die daling in besteedbare inkome is 10 miljoen. Aangesien dit nou na die owerheid vloei. Nou, ons kan sommer weet dat die huishoudings hulle besteding gaan afwaarts aanpas, maar met hoeveel? En volgens hierdie is natuurlik net met 7 miljoen. Nie met die totale 10 miljoen nie. So, jy kan ons sien dat die verandering in verbruiksbesteding en die verandering in belasting is nie een vir een nie. Die vraag is natuurlijk ook nou, waar kry die huishoudings dan hierdie 3 miljoen vandaan om hulle besteding aan die gang te hou? En dit kan natuurlijk gefinansier word uit vorige besparings van die huishoudings. Wat belangrijk hier is, is dat hierdie beginsel gaan 'n belangrike rol later in die model speel wanneer ons met die gebalanceerde begrotingsvermenigvuldiger gaan werk.